Is dat een andere legende over hem zei? Een andere legende zei over hem in de tijd dat hij bij Ajax voetbalde. Voor een goede voetballer heeft hij een slechte techniek. Voor een slechte voetballer heeft hij een goede techniek. Johan Cruijff zei dat over Zlatan. Ja, in zijn eerste seizoen. Met Ajax, over Ajax heb ik met hem gehad. Ja. Wat denk je? Ajax. Ja, moeilijk. Want hij kwam natuurlijk, toen hij naar Ajax kwam, de duurste voetballer die Ajax ooit gekocht had. En dat moest dus gebeuren. En het gebeurde niet. Ze hadden drie spitsen. Maglas, Mido en Zlatan. En hij maakte het niet waar. Dus hij werd uitgefloten. Er werden columns over hem geschreven. Slecht, slecht, slecht. Uiteindelijk weten we hoe het gegaan is. Allemaal succesverhaal. Maar ik dacht, ik ga toch vragen. Ik denk niet dat hij nu, die zo goed is, dat hij terugkomt naar de Nederlandse competitie. Maar ik leg het hem toch even voor. Ook al mocht het niet. And I know you're not going to say I'm going back to Ajax. Everybody's Ajax will always now. Be in my heart. When I came to Ajax, I was like, no, he's not okay. He's different. He has different character. He's a bad boy. He's that. Now the Ajax is crying for me to get back. They love you. And I love them. So I am still the same person as day one I came to Ajax as today. But you're not going back. I believed in myself and I kept the one I am. I didn't let anyone in shape me to something I am not, but I'm not coming back. Oh, man. Come on. It would be Dr. such a great Bilo, story. Bilo Raiola is the boss. No, I have good memories from Ajax. It will always stay. I became the one I am thanks to Ajax also. Thanks to Amsterdam, the right. Lovely city. Well, people are there. People, big salute. Thanks, Lata. Thank you. Thank you.